Achter ziet u mooie beelden van de BU-16. Maar het droevige is dat daar de kist met de stoffelijke overschop van Jan Schuurman op staat. Een mooi beeld, maar ook zeer droevig voor zijn familie. En voor de mensen die hem dierbaar zijn. 31 augustus is hij ons ontvallen, maar zijn bottermaten willen hem een saluut brengen. Vandaar dat hij op de kop bij de Eendracht ligt. En de botters komen straks voorbij en brengen een saluut, een soort admiraalsgroet. Een mooi moment en een waardig afscheid voor een markante persoonlijkheid. We gaan kijken naar de beelden, want die spreken geheel voor zich. 3 seconden!
Onder de klanken van I Am Sailing, gezongen live door niemand minder dan Lee Towers, waren dit laatste beelden van een prachtige ceremonie. Zeg maar de admiraalsgroet door de botters hier uit Spakenburg ter ere van Jan Schuurman. Jan, rust zacht. Rust in vrede.